Ben je al begonnen? Ja. Ah. Hallo allemaal, ik ben Abbe en dit is mijn allereerste vlog. In deze gezellige vlog ga ik jullie mijn special person leren kennen. Dus ik heb dit rood potje met allemaal verschillende vragen waarop Daria in deze vlog jullie een antwoord gaat geven. De eerste vraag is... Wie is mijn special person? Mijn special person is Daria Safai. En in mijn ogen is zij de meest bijzondere vrouw op aarde. Kijk maar mee waarom. Ik ben Daria Safai, een parlementslid. En ook een vrouwenrechtenactiviste. Als beroep ben ik ook tandarts geweest. Ik ben oorspronkelijk uit Iran afkomstig. En ik ben 20 jaar geleden hier gekomen nadat ik na mijn strijd voor vrouwenrechten in Iran in de gevangenis terecht ben gekomen. Dus zo had ik Iran ontvlucht en ben ik na een heel lange verhaal in België terecht gekomen. En daarna had ik beslist om mijn strijd voor onze samenleving en goede toekomst en voor onze... waarden en normen verder zetten in politiek. En zo ben ik bij N-VA terechtgekomen en als parlementslid verkozen. En momenteel werk ik als parlementslid. De tweede vraag is... Hoe was haar verleden? Ineens waren een paar wedstrijden van Iraanse nationale ploeg van voetbal en volleybal in de wereld, de tournee en zo. En ik dacht, ik ga gewoon één keer supporteren. Maar dan dacht ik, toen ik kind was, wou ik altijd met mijn papa naar een sportstadion gaan, naar een voetbalstadion. Maar ik kon niet, omdat ik een meisje was. Een van de beperkingen van de vrouwen was dat wij als vrouw en meisjes mogen niet naar een sportstadion gaan, omdat er voor mannen is. Dus ik dacht, oké, als ik wel hier naar een wedstrijd mag gaan, omdat ik een volwaardig burger ben, dan ga ik een boodschap in mijn hand houden, en zo'n plakkaat, een banner eigenlijk, dat het erop staat, let Iranian women enter their stadiums. En zo dacht ik, ik ga de boodschap van de meisjes in Iran wereldwijd verspreiden. Ze hebben geprobeerd mij te arresteren in een sportstadion in Brazilië. Echt? Waarom? Omdat de islamitische regime van Iran heeft hen gecontacteerd en gezegd dat dit meisje, moet daar buiten, want mijn boodschap was in tv gekomen. En op tv kan je dat gewoon zo zien in het groot schrijven Let Iranian women enter their stadiums. En dan hadden de journalisten mij gevraagd, mogen ze niet naar het stadion of wat? En ik begon met het verhaal dat niet kan en zo. En het regime was heel gevoelig. Die wouden het niet, dat boodschap gewoon wereldwijd gaat. En dus ze hebben gewoon... een stadion in Brazilië gecontacteerd en gezegd dat dat niet mag. En ik zei, ik ga niet een zaal vertrekken. Ik blijf zitten en als jullie mij echt niet willen, jullie moeten mij gewoon op grond trekken. Ik ga niet. En die dachten, dat gaan we toch niet doen. Ik heb ook een boek erover geschreven. Mijn boek is, plots mocht ik niet meer lachen. Ja, en dat is het verhaal van een jong meisje die, omdat ze een meisje was, mocht ze zelfs niet lachen, niet luid op lachen, niet praten, gewoon onzichtbaar zijn. Dat was het. En dat heeft van mij gemaakt wie ik vandaag ben. Hallo allemaal, welkom terug bij mijn vlog. Vandaag ben ik bij... Daria Safai. Hey iedereen, ik ben blij dat ik weer bij Abbe ben. Ja, goed zo. En vandaag gaan wij een wandeling maken en we nemen jullie mee. Dus enjoy! We gaan zitten zo, begrijp je? Gewoon onze gesprek was zo simpel, nee? Ja, hè? Uh-huh. Oké. Dus we gewoon aan het wandelen. No. Oké, Daria, er is een speeltuintje hier. Wil je daar eens
straks even opgaan. Oh, met veel plezier. Ja? Ik wil heel graag vanaf het. Volgende vraag is... Is zij een kleurrijke persoon? Nee. Nee, grapje. Ik denk het wel. Doe maar, oké. Ik ben altijd heel hard geïnteresseerd in alle kleuren, kleren en al die dingen. Maar bon, ik geniet ervan. Jongens en meisjes, we zijn aan de laatste vraag gekomen en die is... Wat doet Daria herinneren aan haar kindertijd? Rustgevend, hè? Ja. En ook dat doet je denken gewoon aan toen je een kind was. Mm-hmm. En ja, hoe ouder dat je wordt, hoe belangrijker dat het is dat je soms kan terugkijken. Dat was ook zo. Mijn vader is overleden 5 jaar geleden en ik kon geen afscheid nemen, want ik kan niet naar Iran gaan. Ja, en ik ben omwille van dat ik, allee, als ik ooit naar Iran ga, dan kom ik in een gevangenis terecht. Opnieuw? Ja, want... Dus jij kan niet meer naar je thuisland gaan? Nee, eigenlijk niet. En dus ik moest mijn papa gewoon zo... nooit afscheid genomen van mijn papa. En dat is echt zwaar, want ik vind dat moeilijk geloven en... Ja, emotioneel was dat een heel zwaar moment. Oké, Daria. Als er nu één boodschap is dat je zou geven aan de generatie van nu, mm-hmm. Wat zou dat dan zijn? Ha. Wees jezelf. Geloof in jezelf. En ga voor je dromen. Je kunt dat realiseren. Veel succes. En wie mij nodig heeft, weet waar die mij kan vinden. Waar? Op mijn Instagram, op mijn social media. En daar blijven we in contact.